webinar georganiseerd door de vereniging, Nederlandse Vereniging van Raadsleden, voor Raadsleden. Spannend voor ons. Het is de eerste keer dat deze vereniging een webinar organiseert. Met als onderwerp vandaag, hoe maak je een sterke Griffie voor een sterke raad? Wij staan in Nijkerk, in een studio speciaal ingericht voor dit webinar. Totaal coronaproof. Een scherm tussen mij en de sprekers. Met allerlei technische mensen die mij en de sprekers ondersteunen met tips en duimpjes die omhoog gaan. Ik ben de enige die mag zorgen dat de slides van plek verschillen, gaan veranderen. Dus we gaan het proberen. We hebben 4 gasten uitgenodigd. Ik zal ze nog even de revue laten passeren. Deze 4 mensen die gaan bijdragen aan dit webinar. Allemaal mensen die hun sporen verdiend hebben in het openbaar bestuur of in een bijdrage aan de lokale democratie. We hebben ongeveer een uur de tijd, verdeeld in 4 partjes voor de sprekers. Dat betekent ongeveer 10 minuten per spreker. En dan nog een aantal mogelijkheden voor u om gebruik te maken van de chatfunctie. U kunt dan vragen of opmerkingen plaatsen die dan worden geselecteerd. Ik zie ze hier op een iPad en we gaan als het kan deze opmerkingen en vragen verwerken in de gesprekken. Naast mij staat Houri Sahin. Zij is lid van het van de Raad voor het Openbaar Bestuur, bijgedragen aan een belangrijk rapport en een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. We gaan een filmpje zien waarin jij dit rapport en dit advies wat toelicht. En daarna gaan we samen het gesprek aan. Prima. Het filmpje kan gestart worden. Hoe kunnen we gemeenteraden en provinciale staten zo goed mogelijk ondersteunen? En hoe betalen we dat? Dat zijn de vragen van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Raad voor het Openbaar Bestuur. In ons advies Goede ondersteuning, sterke democratie beantwoorden we de vraag als volgt. De Raad vindt dat de minister normen moet stellen over ondersteuning. Het gaat daarbij onder meer over de onafhankelijke positie van de griffier en het normeren van een ondergrens voor rekenkamers. Verder vindt de Raad dat er meer duidelijkheid moet komen over het verlenen van ambtelijke bijstand aan de gemeenteraad of provinciale staten en dat het principe van fractievergoeding opnieuw moet worden doordacht. Volgens de Raad is de minister nu aan zet. Wat zien we in de dagelijkse praktijk? Uit onze analyse blijkt dat er grote verlegenheid is bij gemeenteraden en provinciale staten om in zichzelf en in de eigen ondersteuning te investeren. Verder zien we dat het werk van volksvertegenwoordigers de afgelopen jaren flink is verzwaard. Denk aan decentralisaties in het sociale domein, maar ook aan vraagstukken zoals klimaat, de omgevingswet of energietransitie. Taken zijn complexer en de samenwerking is ingewikkelder. Raadslid of statenlid is lekenbestuur en moet dat ook blijven. En dus verdienen ze de beste ondersteuning. De minister kan hieraan een impuls geven door dwingender dan nu te sturen op de ondersteuning van de decentrale volksvertegenwoordigingen. De Raad adviseert de minister nader onderzoek te doen naar de omvang van de middelen die nodig zijn om aan de normen te voldoen. Als de normen leiden tot een wijziging van de taken of activiteiten van gemeenten of provincies, dan zal de minister volgens de regels van de Financiële Verhoudingswet moeten aangeven hoe gemeenten of provincies dat kunnen bekostigen. Als uit het onderzoek blijkt dat de eigen middelen van gemeenten of provincies niet toereikend zijn, adviseert de Raad dat de minister middelen daarvoor beschikbaar stelt. De normen moeten worden vastgelegd. Dat kan in de wet, maar ook bijvoorbeeld via modelverordeningen, modelinstructies of handreikingen. Naast het vastleggen van de normen adviseert de Raad dat zij ook worden nageleefd. Burgemeesters en commissarissen van de Koning zijn bij uitstek in staat om als voorzitter van de Raad of Provinciale Staten sturing te geven aan ondersteuning. De driehoek met de griffier en gemeente- of provinciesecretaris kan hier een grote rol spelen. Kort samengevat is ons advies aan de minister: formuleer normen voor ondersteuning. Bepaal wat dat kost, leg de normen vast, zorg dat de middelen herkenbaar beschikbaar zijn en stimuleer naleefgedrag. De minister kan dit allemaal niet alleen. Het decentrale bestuur, gemeenten, provincies en waterschappen moeten ook zelf in actie komen. Ondersteuning is geen luxe of bijzaak, maar een essentiële voorwaarde voor het functioneren van een volksvertegenwoordiger. En voor een sterke democratie. Daar moet je wat voor over hebben. Want goed openbaar bestuur is niet gratis. Dat was hem.
mooi en belangwekkend rapport, mijn inziens. Met betrekking tot het onderwerp waarvoor we hier vandaag zijn, zou je kunnen uitleggen waarom het voor jou zo belangrijk is dat er een sterke griffie is? Nou, voor ons en voor de Raad voor het Openbaar Bestuur betekent een sterke griffie betekent ook goede ondersteuning. En goede ondersteuning hebben we hartstikke nodig voor een sterke democratie. Nederland heeft een goed openbaar bestuur en een heel sterke decentraal bestuur. En om dat goed te houden, moeten we dat ook, dat kostbare bezit dat we hebben, de sterke lokale democratie, ook onderhouden. Dus we moeten daar ook, daar in ons advies zeggen we ook gratis, het is niet goed openbaar bestuur is niet gratis. We moeten daar ook stappen gaan maken om het nog te verbeteren en te versterken. Maar als ik het rapport goed lees en ik luister goed naar jouw verhaal, dan staat die kwaliteit van die sterke lokale democratie iets wat onder druk. Ons uitgangspunt van de Raad voor Openbaar Bestuur is dat wij lekenbestuur heel erg belangrijk vinden. Het raadslid of statenlid zijn is lekenbestuur. Dus het is niet zo dat mensen hele hoge opleidingen zouden moeten volgen om raadslid of statenlid te kunnen zijn. Het is juist de kracht dat je in een wereld waarin heel veel kennis is, dat we volksvertegenwoordigers hebben die zich heel goed kunnen verplaatsen in inwoners. Maar er zijn een aantal ontwikkelingen de laatste jaren, zeker ook in het decentrale bestuur, waardoor we zien dat nu ook de minister aan zet is om dingen zoals de ondersteuning van gemeenteraadsleden daadwerkelijk te veranderen. Maar waarom is de minister aan zet? Waarom kunnen de raadsleden of de lokale besturen dat zelf niet? Nou, we zien dat er ook sprake is van handelingsverlegenheid, zoals we dat genoemd hebben. Er is een gereedschapskist aan instrumenten. Er zijn de rekenkamer, de griffie, een opleidingsbudget. Allerlei mogelijkheden zijn er om je rol en positie te versterken. Maar we zien ook dat de raadsleden bijvoorbeeld daar ook geen gebruik van maken. En als het gaat om bezuinigingen, en gemeenten hebben het op dit moment ook best zwaar, financieel, dan gaat men al heel snel bezuinigen op de eigen ondersteuning. En dat vinden we jammer. We vinden dat niet hoeft en we vinden dat de minister nu ook echt samen met de beroepsvereniging normen moet stellen wat nou goede ondersteuning is. Ja. Helder. Want het probleem dat een raadslid minder makkelijk in zichzelf investeert is natuurlijk niet nieuw. Klopt. Nu zeggen jullie, de minister zou eigenlijk wat meer sturing moeten nemen. Hoe gaat ze dat dan doen? Wat is volgens jullie dan daarvan concrete bedoeling? Nou, gezamenlijk met de beroepsverenigingen ook normen stellen hoe de griffie en de andere ondersteuning eruit zou moeten zien. Daar ook de bekostiging daarvan inzichtelijk maken en ook transparant maken, zodat de naleving ervan, hoeveel middelen je eraan besteedt, wat je ook doet, ook inzichtelijk wordt. En het een heel mooi moment is straks bij de volgende verkiezingen, bij de raadsverkiezingen, zou daar een hele mooie start in gemaakt kunnen worden. Ja, ook helder. Zonder dat het vervelend moet overkomen, maar ik heb wel meer rapporten en goede adviezen van de Raad voor het Openbaar Bestuur gezien en gelezen. Deze onderscheidt zich wel een klein beetje in de gerichte advisering met betrekking tot het concreet maken vanuit de minister voor het ondersteunen. Hoe gaan jullie dat nou bewaken? Ja, het is altijd als adviesorgaan afwachten wat er inderdaad met je advies gebeurt. En we zien, jullie kunnen ongevraagd en gevraagd adviseren, toch? Dit is een gevraagd advies van de minister. Ja, dus de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ziet zelf ook het belang dat er iets moet veranderen. En we zien met elkaar ook dat de taken toenemen. Dat het ook complexer wordt voor volksvertegenwoordigers. Bijvoorbeeld in de regio, de regionale samenwerking vindt men complex. En er is dus een noodzaak dat die lokale democratie sterk blijft. En met z'n allen zien we dat. En dat ziet de minister ook. En het is nu de volgende stap is ook concrete stappen zetten om dat te verbeteren. Ja, één puntje daaruit. Je hebt al eentje genoemd met betrekking tot het lekenbestuur. Dat moet er blijven. Zeker. Ik ben zelf 9 jaar raadslid geweest. En ik heb me wel eens de vraag gesteld of het voor een leek überhaupt te doen is. Als het gaat om hoeveel technisch materiaal je voorbij ziet komen in rapporten en dergelijke. Maar even los daarvan, de normering met betrekking tot bijvoorbeeld de omvang van de griffie. Ja. Wat vind jij daarvan? Ja, dat vind ik echt iets wat ook een raad zelf moet aangeven. Je moet eerst ook zelf bij jezelf te raden van wat voor type raad wil je zijn. En tegelijkertijd is dat wel een valkuil dat dan zij misschien te
sober gaan denken. Wij zien dat een aantal taken toenemen. Hè, zoals een belangrijke rol als volksvertegenwoordigers. We zien dat raadsleden veel meer waarde hechten aan het vergroten van het maatschappelijk draagvlak in hun samenleving. Nou, dat vereist van een griffie dat je ook heel slim kan, ook bijvoorbeeld in deze coronatijd, manieren weet te vinden om burgers ook daadwerkelijk digitaal bijvoorbeeld te bereiken. En als straks hopelijk coronatijd voorbij is, zijn er ook weer andere manieren mogelijk. Wat we ook zien is bijvoorbeeld die regionale samenwerking, wat men ingewikkeld vindt. Nou, daar heb je ook een strategisch adviseur bij de griffie nodig, die jou kan helpen in hoe je die regionale afstemming met omliggende gemeenten zou kunnen doen, bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat Dirk-Jan Pruim, onze gast aan het einde van dit uur, daar nog uitgebreid op terug gaat komen. Dat denk ik ook. Dank je voor deze reactie. Je had het in het begin over die sterke griffie. Nou is dat een beetje een abstract begrip, een sterke griffie. Maar wat is nou concreet een sterke griffie in jouw optiek? Kijk, de griffie is de eerste adviseur en aanspreekpunt van een raadslid. Het is wat mij betreft iemand die jou verder kan helpen om in je rol als raadslid, als kaderstelling, controleur en volksvertegenwoordiger heel sterk te opereren. Ieder raadslid... En ik heb heel veel raadsleden gesproken afgelopen tijd, en ik ben zelf ook raadslid geweest, komt inderdaad met een drive om iets te veranderen. En het is goed dat jij als raadslid bij een sterk adviseur kan gaan en zeggen van, nou, ik wil dit bereiken de komende 4 jaar. Hoe pak ik dat aan? Dat je een adviseur je ook focus geeft, de instrumenten aanreikt om na 4 jaar te kunnen zeggen, nou, het was een fantastische periode, ik heb mijn doel bereikt. Oké. Mijn griffier in de gemeente waar ik raadslid was, die was heel benaderbaar. Die kon mij ook wel die adviezen geven. En daarmee is het dan een sterke griffier? Sowieso is het heel sterk van die griffier dat hij of zij benaderbaar was. Het is ook heel sterk als de griffier jou verder kan helpen en ook reflecteert op je gedrag bijvoorbeeld. Een debat bijvoorbeeld. Dat vond ik zelf ook fijn als je daarna of na afloop een keer met je griffier van gedachten kunt wisselen. Ik heb het zo gedaan, maar hoe kijk jij er tegenaan? Zodat je nog verder jezelf kunt ontwikkelen. Of dat je zegt van, nou ja, ik heb op een bepaald dossier wil ik extra cursussen volgen. Waar zou ik dat het beste kunnen doen? Ja. Daar zou een griffier jou heel goed bij kunnen helpen. Of dat je zegt, ik wil de inwoners heel bij een dossier betrekken. Maar welke vormen zouden daarbij kunnen helpen? Ja. Ik ben op dit moment ook bezig met energietransitie. En ik zie daar ook best wel goede voorbeelden van griffiers en die regionale samenwerking op dit moment bijvoorbeeld versterken. Ja, en dat is wel een mooi voorbeeld. Want dat is nou bij uitstek zo'n dossier waarvan je zegt, daar zou de raadsleden zouden daarmee in contact moeten komen met alle inwoners van hun gemeente. Zeker, ja. En is dan een griffier ook gebonden aan het hebben van beperkte mogelijkheden fysiek? Ik bedoel, FTE's en dat soort dingen. Zeker, je moet ook natuurlijk naar de samenstelling kijken. We zien dat, dat sommige gemeenten met heel beperkte capaciteit de raadsleden ondersteunen. Het moet veel meer zijn dan nu alleen maar de vergaderstukken op tijd sturen. Als je echt strategisch adviseur wil zijn, dan heb je ook tijd nodig om jezelf daarin te ontwikkelen, inhoudelijk te ontwikkelen en sterk te positioneren richting de burgemeester en de gemeentesecretaris. Hoorie, je komt op stoom, maar onze tijd is bijna weer voorbij, dus we gaan het moeten afronden. Ik heb nog een vraagje voor jou vanuit het kijkerspubliek. Oké. Ben je klaar voor? Ja, zeker. Komt-ie. Hoe behouden we de onafhankelijkheid met betrekking tot ambtelijke ondersteuning? Vanuit de griffie of vanuit... Ja, dat is een goeie. Hoe behouden we de onafhankelijkheid met betrekking tot... Ja, dat zal vanuit de griffie geredeneerd zijn, daar ga ik vanuit. Ja. De functie van de griffier is dat, en de kracht zit ook in het onafhankelijk, onpartijdig zijn, dat je absoluut geen onderscheid maakt tussen oppositie of coalitie. En ik, zoals ik griffiers ken... Maar de ambtelijke ondersteuning, hè? Hier gaat het over de ambtelijke ondersteuning. Nou, dat is ook daarin staat in ons advies ook een aanbeveling over. Wij hebben gemerkt dat heel weinig raadsleden gebruik maken van het recht om op ambtelijke ondersteuning. Dat zou je heel toegankelijk kunnen maken. En nu zijn er vaak belemmeringen dat je zoveel uur per jaar bijvoorbeeld als raadslid gebruik mag maken. Ja. Het zou beter zijn om dat ook wettelijk beter te regelen. Zodat je als raad daar ook gebruik van kunt maken. Prima. Mooi. Ik denk dat we, gelet op de signaaltjes die ik krijg, moeten gaan stoppen. We
We hebben aan de voorkant aangegeven dat het een kort gesprek zal zijn. Ja. Kernachtig, tot de boodschap heb je overgebracht. Ik hoop dat ik één zin nog mag zeggen. Ik denk dat dat heel erg mag. Ja, zeker. Ik wil echt benadrukken, in ons advies zeggen we ook als titel: goede ondersteuning, sterke democratie. Ja. Ondersteuning is geen luxe. Ondersteuning is geen bijzaak, maar echt een fundamentele voorwaarde om als volksvertegenwoordiger, als raadslid goed je rol uit te kunnen voeren. Ik hoop dat die laatste boodschap, en dat is een mooie laatste zin, overkomt bij het kijkerspubliek. Want daar kun je wat mee volgens mij. Want dat zelfbewustzijn daarin moet wel groeien. Ja, zeker. Naar voren komen. Dankjewel. Ik ga over naar de volgende spreker. Dankjewel. Ja. Blijf even staan, dan gaan we zo meteen de wissel verzorgen. Daar zijn we dan. De wissel is gelukt. Jasper, van harte welkom. Dank. We hebben natuurlijk het een en ander voorbereid. En ik ga met jou rechtstreeks naar de vraag. Griffie en prioriteiten stellen door de Raad. Doen ze dat voldoende? Stelt de Raad voldoende prioriteiten ten aanzien van wat ze van een griffie mogen verwachten? Kun je daar iets over zeggen? Zeker. Het korte antwoord is nee. Het staat niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst van de Raad. Maar dat is ook een beetje een makkelijk antwoord, Martin. Want ik kan het ook verklaren. En jij denk ik ook, hè, er is net al iets over gezegd. Het is ook lastig wat je investeert in jezelf. Een verlegenheid bij raadsleden kan ik me voorstellen. Je wordt raadslid omdat je van alles wil bereiken voor je stad, voor je dorp. En dan is een van de eerste dingen die je doet, is investeren in jezelf en in je eigen ondersteuning. Dus dat voelt niet goed. Ja, dat is een verklaring, maar het is geen excuus. Hè? Er is denk ik nog een verklaring. Maar misschien kun je dat nog even iets toelichten. Want je legt het uit als zijnde een feit, een gegeven. Maar waar komt het dan vandaan? Nou, ik merk wat ik net zei als raadsleden beginnen, dat ze van alles willen doen voor die gemeenschap. En dan voelt het niet goed om prioriteit te geven aan jezelf en aan je eigen ondersteuning, als er ook een wachtlijst is bij de jeugdzorg. Dus daar zit iets in wat ik kan verklaren. Waarvan ik zeg, het is niet goed, hè? Het mag hoger op die prioriteitenlijst staan, maar ik snap het wel. En tegelijkertijd merk ik het ook bij raden waar ik kom en ook bij staten dat ze zeggen, maar moeten we het dan op het eind van onze 4 jaar doen? Want als we dan investeren, dan doen wij dat eigenlijk, en dat zeggen ze dan ook weer ongemakkelijk, hè, over ons graf heen, maar dan is dat het cadeau voor de volgende generatie raadsleden. Mooi gezegd. Dat voelt voor sommigen ook weer niet goed, omdat ze dan denken, ja, maar die nieuwe raad moet ook zijn eigen keuzes kunnen maken over het soort ondersteuning en de omvang van de ondersteuning die we van belang vinden. Dat klinkt alsof we met dit onderwerp dan nog een poosje bezig zijn. Daar zijn we zeker nog een poosje mee bezig, ja. En dat is denk ik ook goed, hè, want die vraag moet gesteld worden. Ik denk dat het ook belangrijk is dat dit webinar er is om die vraag te stellen. En het is ook geen gemakkelijke vraag, want dat is een tweede punt, denk ik, dat raadsleden ook merken. Hè. Ik heb een griffie en daar ben ik tevreden over. Wat zou ik voor een ander griffie kunnen hebben? Je weet wat je hebt, maar je weet niet wat je zou kunnen hebben. Dus het beeld van, je zou ook een heel ander type ondersteuning voor jezelf kunnen organiseren. Is dat inderdaad ook niet een onderliggend manco, waar ik eigenlijk net een beetje impliciet naar vroeg. Maar is dat ook niet eigenlijk een onderliggend manco dat je eigenlijk niet weet wat je wilt, omdat je het andere niet kent? Zeker. En ook complimenten naar veel griffiers, denk ik. Hè. Er is ook vaak tevredenheid. Dus je begint als raad en je hebt een griffie. Nou, wacht even Jasper, want dat woord tevredenheid, dat triggert mij een beetje. Ja. Want het kan natuurlijk heel goed zijn dat tevredenheid niks te maken heeft met de kwaliteit van werken als raad in combinatie met een griffie. Zeker, maar toch Martin zie ik veel raadsleden die beginnen en die hebben een fantastische griffier en een goed team staan. En die worden goed ondersteund en die zijn tevreden met wat ze hebben en weten ook gewoon niet wat er verder nog te koop is, zal ik maar zeggen. En dan jouw vraag, maar zou het niet goed zijn als ze dat weten? Het antwoord daarop is denk ik, ja, dat zou heel goed zijn als ze zien wat er allemaal zou kunnen. En dat beeld ontbreekt ook wel bij veel raadsleden. Ja, en hoe zou jij adviseren om met het gebrek aan beeldvorming over hoe het anders kan om te gaan? Ik merk, maar dat is uit mijn eigen praktijk, dat als je gaat zitten met een wit vel papier en je stelt de vraag wat voor raad zou je willen zijn,
dat zijn natuurlijk verschillende antwoorden, hè? Verschillende fracties, verschillende antwoorden. Maar er zijn wel rode draden. Is dit nou de ideale raad? En dan de volgende vraag. En als dat de ideale raad is, wat voor ondersteuning hoort daarbij? En die vraag, die kunnen ze over het algemeen wel goed beantwoorden. Als ze ervoor gaan zitten. Maar je moet daar dus wel de tijd voor willen nemen. Ja. In jezelf willen investeren. Prioriteiten stellen. Zeker. Ja. Zeker. En wat ik ook zo fascinerend vind, is dat we altijd praten over de raad. Jij nuanceert dat nu, zeg maar, als het gaat om het witte vel papier wat je aan elke fractie zou kunnen voorleggen. Maar we praten met gemak altijd over de raad. Is er al sprake van het kunnen praten over de raad in relatie tot beeldvorming en wensen rondom de Griffie? Dat is ingewikkeld en tegelijkertijd ook weer niet zo ingewikkeld. Het is ingewikkeld omdat er heel verschillende opvattingen zijn. Er zijn namelijk ook echt fracties, politieke partijen, die vinden dat je een kleine griffie moet hebben. Omdat een grote griffie lui maakt. En die denken heel erg vanuit politieke partijen die die functie hebben, verbinding, samenleving met het bestuur. Ja. Er zijn ook, die zijn er namelijk ook, fracties die vinden dat een hele sterke raad niet altijd heel erg handig is als je al een heel erg sterk college hebt. Dus waar de wethouderscultuur heel bepalend is. Dus de politiek kleurt ook de discussie en het gesprek over het wel of niet hebben van een sterke griffie. Zeker. En er komt dan nog iets bij, denk ik. Dat er ook natuurlijk fracties zijn die denken, moeten we nou investeren in de griffie, de ondersteuning voor ons als raad als geheel, of moeten we investeren in de ondersteuning voor die fracties? En dus eigenlijk meer budget hebben voor fractieondersteuning. Ja, waar gaat jouw voorkeur naar uit als deskundige? In het veld, alles gezien? Ik ga het antwoord anders geven. Niet eerst wat ik vind, maar wat ik merk in de praktijk is dat als die vraag voorligt, moeten we nou die pot geld geven aan de griffie of aan de fractieondersteuning? Dat ze zeggen, laten we het toch maar geven voor het belangrijkste deel aan die griffie. En dat heeft te maken vaak met continuïteit. Dat die fracties zeggen, als wij zelf een deel van het geld nemen en iemand in dienst nemen, dan hebben we straks 10 mensen in dienst die zich gaan buigen over de regio of over dat sociaal domein. Misschien moeten we 1 iemand op de griffie zetten die dat doet voor ons allemaal. Want daar kloppen wij allemaal aan en die kan ons helpen en dan hebben we en meer continuïteit. En ook dus wel eigenlijk veel meer efficiëntie om dat op die manier te doen. Dus dat antwoord krijg ik vaak in de praktijk. Laten we dan toch maar investeren in die griffie. Ja, jij krijgt dat antwoord, maar ik vroeg jou om jouw mening. En ik vind dat wel een wijs antwoord, Martin, wat ze geven. Omdat ik ook echt denk dat het geld daar zo doelmatig mogelijk besteed wordt. Ja. Omdat, er komt nog iets bij, omdat, en dat zie ik ook, als je veel ondersteuning hebt voor je eigen fractie, loop je altijd het risico dat daar mensen zitten die ook weer van allerlei dingen gaan uitzoeken en vragen gaan stellen. Waardoor het werk, en daar lopen raadsleden ook tegenaan, alsmaar, nou ja, uitdijt, omdat er steeds meer vragen komen over steeds meer kwesties. Dat kan ook een risico zijn. Als je veel fractieondersteuners hebt, dat je ook heel veel vragen hebt die je ook weer gaat stellen. En dan komt het andere punt van prioriteren, het hebben over de dingen die echt belangrijk zijn, ook weer in de knel. Ja. Ik hoor jou onder het tapijt toch een antwoordje geven op mijn vraag. Zeker. Ja. Ja. Een ander puntje wat me daarin puzzelt is, we hebben het over de fracties gehad afzonderlijk, we hebben het over de raad gehad. Maar als het nu gaat om die prioritering van de griffie, zou de griffie daar zelf het voortouw in kunnen en mogen nemen? Het is een preek voor eigen parochie, zou je dan zeggen. Zeker. Het is een stukje eigenbelang wat bediend wordt. Maar ik kan me voorstellen dat zo'n griffie misschien ook niet altijd de ruimte voelt om te gaan vertellen wat die of hij nou eigenlijk nodig heeft. Nee. Hoe reageer je op zo'n stellingname dat de griffier eigenlijk best wel zijn eigen belangen mag beheren? Ja, en je zegt nu eigen belangen. Ik zou zeggen, en dat bedoel je denk ik ook, hè, eigenlijk zijn dat de belangen van de raad. Hè? Want die griffier praat denk ik dan ook vanuit het belang van een sterke raad heeft een sterke ondersteuning nodig. Het zou mooi zijn als de raad het op die manier labelt. Zeker. En ik denk dat veel griffiers het zo zullen insteken. En terecht denk ik ook. Ik vind dat ze het moeten doen, ook griffiers. Ze zijn eerste adviseur in alle opzichten. Dus ook op dit punt. Dus als het gaat over je kunt je griffie zo inrichten en zo en zo, zou het goed zijn als een griffier dat ook gewoon schetst voor de raad. Let op. Het gaat niet om mijn hachie. Het gaat niet om mijn clubpie. Het gaat om jullie. En ik vind dat jullie jezelf hier tekort doen. Ik vind dat een griffier de ruimte moet hebben en de veiligheid moet voelen om dat te kunnen zeggen tegen de raad. Oké. Burgemeester trouwens ook, Martin. Ja. Niet alleen de griffier, ook de burgemeester. Ook de burgemeester, die pakken we mee. We hebben in verband met de tijd, ga ik even kijken naar de vragen die binnenkomen. Dat zijn er in ieder geval nu 2. Ik ga ze voor het eerst oplezen, dus ik kan niet helemaal beoordelen of je er iets mee kunt. Gaat-ie? Waarom dient een investering in jezelf betaald te worden
uit de magere fractievergoeding. Plaatselijke partijen kunnen geen beroep doen op landelijke ondersteuning. Belangrijk punt, hebben we het nog niet over gehad, maar ik vind die sterke griffie ook echt van belang voor lokale partijen. Dat is eigenlijk de grootste fractie lokale partijen in die gemeenteraden. Hoeveel procent was het ook alweer ongeveer? Volgens mij ligt het rond de 30%. 30% van de zetels zijn lokale partijen. Dat klopt, hè. Ik merk dat VVD, PvdA kunnen terugvallen ook voor debattraining, allerlei trainingen en cursussen op hun partijen, op hun landelijke partijen. Dus reden te meer vind ik om te zorgen dat er goede fractiebudgetten zijn. Hè? Het is een en-en verhaal, hè. Goede fractiebudgetten om je eigen ondersteuning te organiseren. Zeker voor lokale partijen van belang. Maar ik denk ook voor lokale partijen, zorg dat je een hele sterke griffie hebt. Want als je vragen hebt, ook strategische vragen. Ja. Hoe zijn wij nu, of je nou oppositie bent of coalitie, in positie als lokale fractie. Dan moet je ook aan kunnen kloppen bij je griffie. Ja, helder, helder. Ik heb nog een tegeltje voor je. Mijn stellingname is op veel momenten dat de kost gaat voor de baat uit. Is dat er eentje die opgaat voor deze materie? Zeker. Je zult moeten investeren. En dan ben ik terug bij het begin, denk ik, Martin. Je investeert dus eigenlijk niet in jezelf, maar je investeert in de lokale democratie. En je investeert, denk ik, in een heel erg sterk gemeentebestuur. Want de sterke raad, die doet ertoe om die twee redenen, denk ik. Omdat het ook de verbinding is met de samenleving. Dus je investeert in jezelf, maar je investeert natuurlijk eigenlijk in de mensen, in de samenleving, ook in jouw kiezers. En je investeert in je gemeentebestuur, omdat ik vind dat een college ook gebaat is bij een ongelooflijk sterke raad. Dus dat is ook nog eens een keer een plus. Dus dat zijn investeringen en de kosten, ja, maar de baten zijn denk ik in alle opzichten heel erg groot. Ja, en ze gaan groot worden, hè? Het gaat renderen, met andere woorden. Zeker. Je zult het aan de eerste maanden misschien niet aflezen, maar daarna ga je dat misschien toch willen merken. Concrete tip, want we hadden het even over, we moeten zo stoppen, zie ik. Ik krijg allerlei seintjes van alle kanten dat we weer bijna door de tijd heen zijn, dus dat maakt het wel handig. Heb je nog een concrete tip voor een raad hoe dit onderwerp nou eens gewoon te agenderen of te bespreken? Ik zou zeggen, kom ik terug op dat wit velletje papier. Vind ik wat vaag. Maar gun jezelf dus de tijd, hè, dat is het wit velletje papier, om die vraag te stellen. Wat is nu, als we het opnieuw zouden mogen uittekenen, de best denkbare griffie? Vanuit de vraag ook, wat zijn wij als raad op de best denkbare manier aan het doen? Dus hoe vullen we onze rollen zo goed mogelijk in? En welke griffie hoort daarbij? En die vraag is leuk, kost even tijd, maar is ongelooflijk leuk. Nou, mooi. Sluiten we daarmee af. Hartstikke veel dank, Jasper. Mensen, allemaal witte velletjes papier mee het weekend. En tekenen en denken. Wij gaan op naar de wissel voor de volgende spreker. Ik ga mijn slide doen. Tak, dan hebben we de volgende. Dankjewel. Welkom Petra. Dank nummer je wel. 3. Ja. Ja, leuk. Ja, het is ook leuk om hier te zijn. Het draait steeds warmer, dus jij moet nog beginnen, maar ik hoop dat het een leuk gesprek wordt. We hebben afgesproken dat jij wat gaat focussen op het fenomeen werkgeversrol van de raad ten opzichte van de griffie. Ja. Met name ook de werkgeverscommissie. Ja. Leg eens uit waarom dan zo'n werkgeverscommissie, zo'n werkgeversrol zo belangrijk is. Nou, de vorige sprekers die gaven het eigenlijk al aan. Dat gesprek over waar wil je nou je ondersteuning op hebben als raad en hoe organiseer je nou die ondersteuning. Ja, daar kan die werkgeverscommissie een ontzettende belangrijke rol in spelen. En juist om te zorgen dat je dat soort gesprekken breed voert. Dus niet alleen met die paar mensen die in zo'n werkgeverscommissie zitten. Ja, daar kunnen zij echt een aanjaagfunctie in vervullen. Kun je dat concreet maken voor me? Ja, dat kan ik. Want ik denk eigenlijk dat het goed is dat ik nog heel even neerzet waarom dat zo relevant is. Want je hebt, er is een onderzoek geweest over de raad als werkgever in 2017. En toen stond erin van de gemeenteraad is niet alleen formele wetgever of formele werkgever. Maar de griffier is ook moet je ook die noodzakelijke ruggensteen geven om die rol, die ondersteunende rol ook daadwerkelijk waar te maken. Ja, er zitten eigenlijk twee dingen in. Je moet zorgen dat je je zaakjes gewoon op orde hebt. Dus dat die arbeidsrechtelijke relatie op een goede manier in elkaar zit. Maar ik heb ook twee boeken. Daar gaan we het niet over hebben vandaag, hè? Over de hele diepere onderlagen daar.
Nee, maar die is er wel. Dus die is er wel. Die is er wel. En daar heb je ook een formeel een taak in. Dus die kun je niet negeren. Daar moet je ook netjes je tijd en je energie in stoppen en je ook in verdiepen. Okay. En als je daar zelf niet zo goed uitkomt, schakel daar dan ook expertise voor in. Dus hetzelfde geldt ook voor ondersteuning, zeg maar, op het deel van representatieve democratie. Doe het ook voor dit soort taken die je hebt rondom goed zorgen voor je griffie, goed zorgen voor je griffier. Nou, en daar is ook een mooi boekje voor. Ik dacht, ik neem hem even voor je mee. We gaan er niet verder uit over hebben, maar dit is het boekje wat de Vereniging van Griffiers daarvoor heeft uitgegeven. Lees het en gebruik het ook om vooral die formele zaken goed te organiseren. Maar het tweede... Er staat mijn naam in, weet je dat? Nee, had ik niet gezien. Redactiecommissie. Als redactiecommissie. Ja. Was je er trots op toen je me hebt opgeleverd? Ik was er trots op. Ik was zo blij dat het klaar was. Ja, het was een hele klus, denk ik. Ja, dat is een hele klus, ja. Ja, omdat maar laat je niet verder storen. Nee, ja, goed, er zit natuurlijk een hoop uitzoekwerk in. Ook omdat er natuurlijk heel veel webtechnische zaken zijn. Nou, en het tweede deel, want dat is denk ik het deel ruggensteun. En dat is ook het deel waar we hier al wat uitgebreider ook over hebben gehad. Hoe organiseer je nou die sterke griffie? Dat heeft ook iets te maken met dat je die griffie en de griffier de rol geeft die zij moeten hebben binnen een organisatie, maar ook naar buiten in een externe relatie. En dan gaat het over gezag. En dan zorg je dat je griffier mee gezag geeft als werkgever en ook als raad om die rol te pakken. Intern, richting een burgemeester, richting een secretaris, richting een ambtelijke organisatie. Oké, maak hem eens concreet dan, want dat klinkt wel heel erg mooi. Ja. En ik moet eerlijk toegeven dat ik het ook wel vaker gehoord heb en gelezen. Maar de hamvraag voor mij blijft altijd, ik ben ook lid geweest van een werkgeverscommissie, ik ben voorzitter geweest. Maar hoe pak je dat nou concreet aan? De targets die je daarmee hebt beschreven. Nou, ik denk dat het andere boekje wat ik dus had meegenomen ging over dat gezag. En dat is dit is het boekje. Misschien ken je het ook. Hou het even voor de camera. Hou het even voor de camera. Ja, dit is een boekje dat is recent uitgegeven. En hier is onderzoek gegaan naar waar nou haalt dat griffier nou zijn gezag vandaan. En die top 3 die vond ik echt super interessant en ook ontzettend treffend. Ja? Want de top 3 die bestond uit deskundigheid, onafhankelijkheid en integriteit. En die deskundigheid, ja, daar kun je natuurlijk ook met je als, ook op investeren. Je kunt cursussen volgen, ja, je kunt daar griffier op selecteren en daar ook over hebben of die deskundigheid nog op orde is. En die onafhankelijkheid is natuurlijk eigenlijk hetgene waar je hem in moet supporteren. Want je kunt wel een griffier aan het touwtje willen houden, maar dan komt hij niet zo heel ver. Je moet hem juist die ruimte geven om zijn expertise en ook zijn gezag op andere plekken te laten gelden. En niet alleen intern, maar ook richting de raad. Ook richting bijvoorbeeld de regio. En te zorgen dat je daar ook ruimte voor geeft als raad dat hij daar ook een rol pakt. Oké. Nou, en de derde, integriteit. Ja, daar heb je als gemeenteraad ook gewoon een rol. Formeel nu. Ook vanuit de ambtenarenwet, die is veranderd. Ja. Je moet daar ook het gesprek met elkaar over aangaan. Over welke zaken doe je wel, doe je niet. Heb je de eet afgelegd? Heb je je nevenfuncties netjes doorgegeven? Ja. Nou, dat soort zaken. Ja. Helder, verstaanbaar en duidelijk. Maar daar moet die werkgeverscommissie dan zeg maar een soort van scharnierfunctie in spelen, toch? Zeker. Ja. Dus wat voor eisen stellen we dan aan een werkgeverscommissie? En hoe moet die dat dan aanvliegen of oppakken met de griffier, de raad ook met name, als collectief? Nou ja, net zoals ik al aan het begin ook aangaf, ja, die scharnierfunctie, ik denk dat het heel belangrijk is dat de mensen die je selecteert voor zo'n werkgeverscommissie, dat die dan ook daar een bepaalde affiniteit mee hebben. Maar als ik me even terughoud hoe dat een paar keer ging toen bij ons een nieuwe periode in de raad startte. Mm-hmm. Dan had je op een gegeven moment een raadsavond en dan moesten de commissies bemest worden. En dan had je in de fractie wel eens gepolst zo van wie is belangstellend voor welke commissie. En dan ging er een vinger omhoog en dan weet je het zomaar. Is dat voldoende als het gaat om de eisen die ik jou ook min of meer hoor formuleren aan een werkgeverscommissie? Is dat voldoende om mensen in zo'n commissie te zetten? Nou, ik denk dat sowieso een vorm van affiniteit of in ieder geval een soort enthousiasme om dit te willen doen, basis moet zijn voor überhaupt deze taak. Helder, want dat zorgt voor alle taken. Maar ik denk dat je ook, zoals ik al zei, je kunt hier ook PNO voor inschakelen op het moment dat je ingewikkelde kwesties hebt. Maar de mensen die in een werkgeverscommissie gaan zitten, die worden ook een beetje gevraagd om boven de partijen te gaan staan. Om die aansturing en ook die hulp van die griffie niet op het niveau van je eigen belang en je eigen fractie mee te bedenken. Maar om de bestuursorgaan van wat de gemeenteraad is, om die eigenlijk mee vooruit te helpen. Ja, ik vind het heel mooi dat je dat zegt. Want dat is een van mijn stellingen. Dat die werkgeverscommissie moet eigenlijk voor wat betreft haar functie naar de griffie toe en de raad toe boven de politieke partijen staan. Ja.
Dat is wel lastig. Zeker, zeker. Heb je ervaringen op plekken waar dat bijvoorbeeld heel goed gaat? Hoef je niet per se met naam en toenaam te noemen, maar heb je die ervaring dat het überhaupt bestaat, dat het kan? Het kan wel als je maar elkaar ook scherp houdt op je rol. En ik denk dat het gesprek daarover, dat is eigenlijk essentieel. Want je hebt een soort vertrouwensrelatie nodig tussen de mensen in de werkgeverscommissie en de griffier. En dat moet van beide kanten een beetje zijn. Ja. Dus als de griffier iets mag zeggen tegen de werkgeverscommissie en andersom, dan ontstaat er iets waardoor je elkaar kunt helpen. Ja, ja, mooi dat je dat ook zegt, want dat komt straks nog in het filmpje van Dirk-Jan Pruim aan de orde. Maar je hebt niet alleen maar, zeg maar, een formele relatie met een griffier. Toch, als werkgeverscommissie, je hebt ook een relatie domweg als mens. Ja. Dus je moet elkaar ook willen verstaan en elkaar de ruimte willen geven. Stelt dat eisen aan bijvoorbeeld ook de logistiek die een werkgeverscommissie moet betrachten om in contact te blijven met zijn griffier? Ja, ik zou iedereen willen aanraden, loop regelmatig binnen bij de griffie. Dus werkoverleg? Ja, werkoverleg. Hoe vaak? Nou ja, wat mensen nodig vinden. Maar ik weet wel dat als je het maar 2 keer per jaar doet, dan heb je het echt te weinig. Ja, toch? Ja, en als je met mensen af en toe gewoon een keertje belt, of even achter de vergadering even met elkaar praat, hoe ging het, loopt het? Wil je die rol kunnen pakken, moet de griffier ook dingen laten zien over waar zitten mijn twijfels, waar heb ik nou zorgen? Ja. En daar een beetje eerlijk over kunnen zijn, dat is heel belangrijk. Wil je, wat ik al zei, wil dat samenspel op een goede manier vormgegeven kunnen worden. Ja. Ik ga even onderbreken, want ik krijg een signaal dat ik een vraag heb. Maar mijn laptop is dood. Is iemand die mijn laptop weer tot leven kan maken? Is je batterij op? Nee, het scherm valt weg. Ik ga het vaker moeten tikken, denk ik. Maar het wordt geregeld. En jij mag een beetje dichter bij me komen staan, hoor ik net. Het is nieuw voor ons, hoor. We gaan gewoon blij geven van wat hier allemaal gebeurt. Daar heb ik hem. Vraagje aan jou, Petra. Mm-hmm. Deze. Kan je wat vertellen over het jaarplan van de werkgeverscommissie? Weet je daar, dat is een beetje een vage vraag. Kan Peter wat vertellen over het jaarplan van de werkgeverscommissie? Ik denk dat ik weet waar deze vraag over gaat. Want, want uiteindelijk stuur je een griffie en ook de taken die een griffie oppakt door middel van een griffieplan. Of in ieder geval iets waar je met elkaar, het hoeft niet per se griffieplan te heten, maar handvatten. Ja, een soort concreet afspraken, waar gaan we nou mee werken? Nou, en een deel zijn dat lopende taken die gewoon elk jaar weer terugkomen, waar je ook budget voor nodig hebt om dat te organiseren. En er zijn ook elk jaar weer prioriteiten die je dan op dat jaar weer legt en dan zegt, nou, hier gaan we dit jaar extra aan investeren. Ja. Maar zorg ook dat je dat dus afstemt. Niet alleen met je werkgeverscommissie, maar ook in een breder verband, bijvoorbeeld presidium of een seniorenconvent, dat je daar met elkaar het over eens bent. En dat je ook zorgt dat je het budget daarvoor beschikbaar stelt. Dus, die vinger hoort erbij. Ja, die hoort er echt bij. Ja. Want het is niet alleen leuke vergezichten. Het is ook concreet zorgen dat het kan. En zorgen dat je ook je budget mee laat lopen in eigenlijk de financiële cyclus van een gemeente. En die afweging dus ook maakt met andere prioriteiten die er ook binnen de gemeente zijn. Ja, nee, dat is heel goed verstaanbaar. Wel ook weer een grote opdracht. Dat is allemaal wel. Dat klinkt een beetje lullig, maar. Het is wel makkelijker gezegd dan ook te realiseren. Ja, maar je kunt je griffier hier ook een rol in geven. Hè? Ja, en ook het vertrouwen geven dat hij daar ook op een goede manier daar naar kijkt. Ja. Ik ben mooi om te zien dat jij zo betrokken raakt, ook in dit gesprek. Ik heb nog wel een vraag voor je. Ja. Vanuit het publiek, raad je het aan om functieprofielen op te stellen voor de leden van de werkgeverscommissie? Daar hebben we het net een beetje over gehad. Hè? Mijn twijfel of iedereen wel geschikt is voor zo'n, of geschikt moet zijn. Wat vind je van deze vraag? Nou, ik denk dat door te werken met functieprofielen, en er staan ook een set functieprofielen op de website van de Vereniging van Griffiers, in ieder geval ook één specifiek voor de werkgeverscommissie, dat helpt je om te sturen. En ik denk dat het ook goed is dat je een griffier een beetje ruimte geeft om mee te sturen in met mensen die hij ook zelf fijn of zij fijn vindt om in die rol te hebben. Oh, wacht even. Als ik je misversta, dan zeg jij van laat het griffier de commissie samenstellen? Nee. Dat kan. Die heb ik overigens ook gezien en dat functioneert ook. Ja, de griffiers die gewoon naar een set mensen kijken en zeggen, ik zou het fijn vinden en ik denk als ik kijk naar bijvoorbeeld de verdeling man-vrouw, oppositie-coalitie, nou dan doe ik het voorstel bijvoorbeeld voor deze 3 of 5 mensen. Ik denk dat ik daar op een goede manier mee die rol kan vervullen. Het gaat om het samenspel, hè? Nee, helder. Ja. Ja. Nee, maar ik vind hem heel mooi, want ik ga er niets van zeggen of ik ga er niets aan afdoen. Maar het is voor mij totaal nieuw dat deze vorm ook al bestaat en werkt. Ja, en ik, degene die heb ik ook gesproken, die was daar heel enthousiast over. En ik dacht, eigenlijk is het heel mooi
Dat wil je goed kunnen functioneren als griffier, is die vertrouwensband ook belangrijk. Dus het is ook belangrijk wie daar zit. Oké. Volgens mij zijn we bijna weer aan de tijd. Ik wil nog één laatste vraag, daar ben je zo nieuwsgierig naar. Want die werkgeverscommissies die werken soms heel vaak misschien wel op zich wel goed. Als commissie op zich. Mm-hmm. Ook in relatie tot de griffier. Maar wat ik dan merk is dat die werkgeverscommissies in een soort kaasvulp functioneren ten opzichte van de raad. En dat die communicatie terug naar de raad als collectief, waar toch de beslissingen moeten vallen over bijvoorbeeld budgetten. Ja. Dat toch wat moeizaam verloopt. Heb je daar tips voor? Heb je daar ideeën bij die je in een paar zinnen aan mij nog mag vertellen? Ja. Ja. Nou ja, goed, uit dat onderzoek, en dat is misschien ook wel goed, dat hebben ze wat breed gedaan onder raadsleden over die werkgeversrol, bleek ook dat een heel deel van de raadsleden maar ook beperkt op de hoogte is en zich ook beperkt op de hoogte stelt. Dus er wordt ook bijvoorbeeld maar beperkt gelezen, verslagen, meegekeken, meegedacht. Dus het is ook een oproep aan raadsleden, niet alleen om te wijzen naar je werkgeverscommissie, maar ook om echt betrokken te zijn. Dus het is aan de ene kant, werkgeverscommissie, pak je rol en wees uitnodigend naar de raad, maar raad weet ook geïnteresseerd in wat daar gebeurt. Heel mooi. En hele praktische suggesties als een nieuwsbrief vanuit de werkgeverscommissie? Kan, of een tour de jour langs de fracties een keer, 1 keer per jaar, 2 keer per jaar? Nou, dat kan sowieso. Je kunt als griffier denk ik ook op die manier wel ook input halen voor griffieplannen. Ik denk dat een jaarlijkse terugkoppeling over hoe het gaat heel fijn is. En zorg ook dat soms een beetje een informele setting kan en niet alleen maar formeel. Want, precies. Ik denk dat je daar meer haalt als elke keer maar gaan drukken op taken en bevoegdheden en controle. We moeten afsluiten. Jammer, ik kan nog wel een half uurtje door willen gaan. Blijf even staan, dan gaan we de volgende slides proberen te vinden. En dat is een filmpje en ik ga nu vragen om die te starten. Wat de griffier doet hangt heel erg af van het profiel wat de gemeenteraad heeft vastgesteld. Nou, zelf verkeer ik in de gelukkige omstandigheid dat Almere de gemeenteraad een sterk en stevig profiel heeft vastgesteld. Dat betekent ook dat ik adviseer, dat ik coach, dat ik feedback mag geven, dat ik zorg voor de communicatie naar de inwoners toe, ook aanspreekpunt voor inwoners ben, maar ook heel nadrukkelijk mag en kan nadenken over ontwikkelingen van de gemeenteraad. En dat maakt het vak heel erg mooi in mijn beleving. Er zijn zoveel mooie voorbeelden waarin een goede samenwerking tussen raad en griffier leidt tot hele belangrijke dingen in de lokale democratie. Door middel van bijvoorbeeld het organiseren van informatiemarkten of het organiseren van ronde tafels, zoals wij dat noemen, waarbij horen en wederhoor plaatsvindt. Heel belangrijk omdat contact met bewoners en organisaties een van de valkuilen is voor raadsleden om onvoldoende te hebben. Een goede griffier, naar mijn oordeel, is iemand die allereerst respect heeft voor mensen. En die ten tweede nadrukkelijk ook liefde heeft voor politiek. Een belangrijk aspect is ook de balans houden in de gemeenteraad, ook naar raadsleden en naar fracties toe. Dus het mag niet uitmaken of je de PvdA of de PVV ondersteunt, of je de VVD ondersteunt of de SP ondersteunt. Je moet een gelijke kwaliteit bieden en de partijen moeten gewoon weten dat zij recht hebben, maar ook krijgen de maximale kwaliteit van de griffier, ongeacht kleur en afkomst. Bij aanvang van een periode moet de raad zich bewust zijn dat ze dat werkgeverschap goed dienen in te richten. Een griffier is een medewerker van de raad. Daar moet je goede afspraken mee maken. Je moet de regelmatige werkoverleggen hebben om die afstemming steeds te behouden. Het gaat niet alleen over inhoud en proces, maar het gaat ook over de menselijke samenwerking die je hebt. Je bent van elkaar afhankelijk en dat moet gevoed en gewaardeerd worden. Wat de griffier van de gemeenteraad mag verwachten is allereerst duidelijkheid. Duidelijkheid over het profiel en wat ze vragen van de griffier. Het tweede is ook een duidelijke feedback dat ook een raad gelijk teruggeeft op het moment dat er dingen niet helemaal lopen zoals ze dat wensen. Nou, een voorbeeld is bijvoorbeeld bij verkiezingstijd. Hè, dan wordt er gepubliceerd over partijen en dan blijkt één partij net eventjes meer aandacht te krijgen dan een ander. Dat zit een fractie en een partij dwars. Dan is het waardevol dat dat gelijk bij de griffier wordt geuit. Nou, en dat vraag je eigenlijk van de gemeenteraad. Als je een keer fouten maakt, geef de kans om te corrigeren. Een tip die ik graag mee zou willen geven aan raadsleden is investeren in je griffier aan de voorkant. Dus probeer hem of haar ook wat te leren kennen. Daar heb je alleen maar baat bij. Want het is niet alleen vakkennis, maar het is ook relatiewerk. Mijn allerbelangrijkste tip is dat je aan de voorkant van elke periode als raad jezelf bewust moet zijn van hoe belangrijk een griffier en een griffie
voor jou als raad is. Goed wetgeverschap is meer dan het alleen maar afvinken van processen. Het gaat ook over het goed zorgdragen voor elkaar als mensen. Daar zijn we weer. En bijna letterlijk, want ze hebben net een paar minuten naar ons kunnen kijken. Inderdaad. Ja. Dat is een poosje geleden dat we daar in gedeeld waren. Ja. Ja. Maar hier staan we dan weer in Nijkerk. Ja. Leuk dat je er bent. Dirk-Jan Pruim, man van het eerste uur. Ja, ja. Sinds 2002 bij het aanvang van dualisme ben je erbij. Ja. Ook in dezelfde gemeente. Ja, steeds in Almere. Ja, dat is een prachtige voedingsbodem, denk ik, om een aantal dingen te kunnen zien passeren over hoe het verloop van zaken is geweest. Ja, ik vind het een prachtig vak, griffier. Anders blijf je het ook niet. En op een geweldige plek mag ik dan griffier zijn, ja. Ja, ja. Nou, die reclame voor Almere, die laten we... Nee, maar dat is ook veel meegemaakt. Ja. Ja. Wat ik mooi vind van jouw aanwezigheid hier is dat we niet voortborduren op datgene wat ik al met drie andere sprekers heb besproken. Maar dat, ja, dat is eigenlijk ook een indirect compliment. Hier staat omdat je een essay hebt geschreven. Met als titel dat de griffie van vandaag niet de griffie is die we morgen nodig hebben. Toch? Nee, klopt. Ja. Hoe kom je erbij om zo'n essay te schrijven en kun je dat wat toelichten? Nou ja, wat ik net probeerde aan te geven, het vak raakt mij zeer. Ik vind het een heel mooi vak, het griffierschap. Ik moet ook onderkennen dat zeg maar in die 18 jaar tijd er heel veel gebeurd is, heel veel mooie dingen, maar dat we er nog niet zijn. Omdat, denk ik, de lokale representatieve democratie een mond vol, maar om meer vraagt dan alleen de vergadering ondersteunen. En dat zie ik nu bij een aantal gemeenteraden wel terugkomen, die niet helpen om de griffier in positie te brengen om dat adviseursvak goed te kunnen invullen. En net is het ook al gezegd, die handelingsverlegenheid en wat voor raad wil je zijn dat in het Witte Blad. Ga daar eens aandacht aan besteden. Ik denk dat echt essentieel wordt voor het komende decennium. Mijn stelling is, lekenbestuur zal niet zonder ambtenaren kunnen. En ik weet dat daar altijd genuanceerd naar gekeken wordt. Niet alle raadsleden zullen er even blij mee zijn. Maar wil je nog kunnen staande houden en betekenis kunnen hebben als gemeenteraad en gemeenteraadslid, zul je echt een gekwalificeerde ambtelijke ondersteuning nodig hebben. Dat heet dan een griffie. En het tweede is, dat is ook al aangegeven, je zult ook moeten leren goed je eigen ambtenaren aan te sturen. Mijn stelling blijft, en al die jaren al, de gekozen burgers hebben recht op de beste ambtenaren. En als je daarvan uitgaat en je weet wat je wil, dus wat Jasper Loots ook zei, schrijf eens op dat witte blad wat voor raad willen we zijn. Ja. Waarmee kunnen wij als raad betekenis hebben voor de gemeente waar wij voor staan. Mm-hmm. Nou, dan maak je al heel veel zaken duidelijk wat voor adviseurschap je ook nodig hebt. Maar beluister ik in jouw woorden nu dat je ook wel wat triest bent over de huidige situatie? Nee, ik ben niet triest. Ik denk dat ik... Of heb je ambitie? Nou ja, ja, ambitie. Voor het vak dan, hè? Ja, voor het vak. Maar ik denk dat ook de lokale samenleving een goed lekenbestuur verdient. En, ja, maar dat klinkt weer alsof het gewoon op dit moment niet aan de orde is. Nou, laat ik zo zeggen. Ik kijk naar democratie en lokale democratie als een voortdurende beweging. Ja. Maar ook een beweging die voortdurend zorg en aandacht en onderhoud vraagt. Je kunt ook zeggen, democratie zal nooit af kunnen zijn of af mogen zijn, want dan wordt het pervers. Dan krijg je perverse uitingen. Ja. Dus dat betekent dat je altijd met spanning zit te werken. Maar dat vraagt kwaliteit en dat vraagt zelfreflectie. Dat vraagt terugkijken, maar dat vraagt ook vooruitkijken. Visie hebben naar de toekomst. Ja, en mijn beeld naar de griffie van de toekomst is, even los van de besluitvormingskamer, zoals ik dat dan noem, die het zou moeten zijn. En die zul je altijd houden, want er moeten besluiten worden genomen. Maar voor mij is de raad meer dan de raadsvergadering. En soms hoor ik raadsleden dat wel zeggen, de raad bestaat niet. Maar ik denk dat de bestuursorgaanraad van heel veel gewicht is. En die besluitvormingskamer is natuurlijk best heel belangrijk. Maar de griffiers staan denk ik aan de vooravond om veel meer andere kamers in te gaan vullen. Helder, hè? Je bent de auteur van een stuk, van het essay. En je hebt inderdaad met puzzelstukjes zeg maar, het een en ander ook wat gevisualiseerd. Je hebt dat kamers genoemd die uiteindelijk aan het einde van het essay gewoon lekker in elkaar vallen en één geheel vormen. Ik weet dus niet of iedereen die nu kijkt en luistert dat essay al hebben gelezen. Aanrader, wel doen. Het is een leuk stuk. Geef misschien denkstof ook voor de eigen gemeente. Maar kun je in het kort even uitleggen, want je praat over kamers en die kamers heb je namen gegeven. Ja. Kun je daar iets in een paar zinnen over zeggen? Ja, een paar zinnen. Moeilijk, hè? Ja, ik wou het zeggen. Dan moeten 5000 woorden in een paar zinnen worden samengevat. Nou, je geeft gelukkig al aan een puzzel. Ja. Dat zijn puzzelstukjes, want het is best wel een puzzel. Het is ook volgens mij niet een blauwdruk,
Want, het is geen blauwdruk. Het is geen blauwdruk. Dus ik pleit ook dat elke gemeente echt kritisch kijkt. Wat hebben wij nodig om betekenis te kunnen hebben als gemeenteraad? En dat kan best wat accentverschillen geven. Maar de hoofdkamers, nou, besluitvormingskamer. Maar zeker verwacht ik de komende tijd veel belang in de controlekamer. Het controleren van het beleid. Zeker met het toenemen van de medebewindsbeleid. En wat heel ingewikkeld is voor raadsleden. Decentralisaties, sociaal domein, omgevingswet komt eraan. Heel herkenbaar, zeker. Ja, de RES is ook weer zo'n ding. Dat vraagt ook controle en dat vraagt een kwalitatieve ondersteuning. Ja. Dus ik denk dat die Kamer van gewicht wordt. Ik denk dat er ook mogelijkheden zijn om samen met de Rekenkamer, Ombudsman, maar ook met inwoners controle-instrumentarium in te richten. Nou, dat is een andere manier van controleren en tegenwicht vormen dan we nu gewend zijn. Ja. Regiokamer is natuurlijk heel vaak genoemd. Wat moeten wij met die regio's en hoe moeten we daar, zeg maar, raadsleden op ondersteunen die verdwalen in dat fenomeen van... Zeker. Het feestje, zeg ik wel eens, van bestuurders en ambtenaren. Een soort lege ruimte. Dat is heel veel werk. En dat is verstandig om dat werk weg te zetten bij je eigen ambtenaren. En dat moet je echt niet voorstellen dat het dan gelijk bakken vol zijn. Met eigen ambtenaren bedoel je? De Griffie. Ja, maar dat is voor misschien heel veel kijkers wel even verwarrend. Omdat ambtenaren worden uitgelegd als mensen in dienst van de gemeente enzovoort enzovoort. Nou, ik denk dat Griffie-medewerkers. Ja. Ik denk dat het nog steeds een valkuil is. Je hoort mij niet praten over een grote Griffie. Maar je hoort me wel praten over kwaliteit. En kwaliteit in de Griffie, die zeg maar dat kan doen. Ik denk dat dat meer rendement oplevert dan alleen ambtelijke bijstand. Want ambtelijke bijstand zit steeds in de kolom van de secretaris en het college. En bij zware projecten zal dat wellicht kunnen. Maar dat vraagt altijd een andere vorm van loyaliteit. En bij de regio's... Dat is het feest van ambtenaren en bestuurders. Ja. Is het verstandig om daar zelf gekwalificeerde ondersteuning te hebben? Dat hoef je niet alleen te doen als Griffie. En dat is ook een van de punten, dwaal ik even af van die kamers, wat ik er in de oplossingsrichting heb gezegd. Griffies zullen echt na moeten denken om ruimte te maken om in slimme allianties te werken. Dus je hoeft niet in de blauwdruk elke Griffie een regio ambtenaar te hebben. Maar daarmee zeg je, althans wil ik het uitleggen, dat het op dit moment te weinig gebeurt. Ja, kan beter, kan veel beter. Sterker nog, ik denk... Wil je als raad, maar ook als Griffie, iets toevoegen aan je samenleving, zul je daartoe moeten komen. Als we proberen het op deze manier te doen, zoals we de afgelopen 18 jaar hebben gedaan, dan houdt het niet staan. Zie je nog geen bewegingen? Heb je nog geen voorbeelden gezien in de landen die ertoe doen, waarvan je denkt, ja, dat is al een stap in de goede richting? Want het over de eigen heg heen kijken is voor raadsleden al heel erg lastig. Ja. Ook al ben je van bijvoorbeeld eenzelfde kleurpartij, kijk je zelden bij de buurgemeente waar ook een fractie van jouw kleur zit. Ja. Is dat voor griffiers ook zo? Ja, in mindere mate. Maar het is wel zo. Griffierskringen, toch? Ja, we hebben griffierskringen. Maar goed, je moet ook weten dat je zeg maar ondersteund en gesteund moet worden door je gemeenteraad om die stap te kunnen maken, om die ruimte in te kunnen stappen. Nee, dat is niet waar. Dan kan je zelf beslissen, toch, als griffier of niet? Deels. Kopje koffie drinken bij de buurman? Ja, nee. Dus, of de buurvrouw? Ja, nee, maar het betekent ook dat je op enig moment zegt in een regionaal verband. Wij gaan als twee of drie griffies bij elkaar zitten en er is één griffiemedewerker, die maken we daar vrij voor. En dat is bij die gemeente. En dan moet niet gelijk de gemeenteraad zeggen, ja, maar dat is onze medewerker en hoe zit het met de bekostiging? Ja, en wordt het wel goed verrekend? En dan zijn wij op, nou, dat. Dus daar zullen we, dat zullen we moeten leren daaraan voorbij te komen. Dat vraagt iets van raden. Dat vraagt inderdaad ook lef en doorzettingsmacht en doorzettingsvermogen van griffiers. Ja, ja. Helder. Dat is helder. Je hebt er essay geschreven. Het ligt er. Heb je al veel leuke reacties gekregen? Ja, ik heb gelukkig de nodige leuke reacties gekregen. Ook andere reacties? Zeg je? Ook andere reacties? Ja, ook andere reacties. Een aantal reacties toch wel van... Het roept het beeld op dat er een heel groot ambtelijk apparaat daarnaast de staande ambtenaren moet komen. Nou, dat beeld dat heb ik één keer geprobeerd te bestrijden, maar vervolgens gezegd dat ga ik niet meer doen, want dat heeft toch geen zin. Dat heeft iets te maken met een opvatting van iemand. Ja. Maar mijn beeld is uit de reacties dat het in ieder geval helpt om na te gaan denken hoe je de ruimte pakt om als griffier je functie in te vullen. Als ik nou een aantal dingen combineer. En we hebben net met Houri Sahin gesproken. Zit in de Raad van het Openbaar Vervoer en Openbaar Bestuur. Rapport gelegd. Dwingende advisering richting het ministerie en de minister. Ook een beetje over de normering van wat een griffier minimaal zou moeten zijn in omvang. In combinatie met jouw NAC. Dat is toch een geweldige combinatie van denken dan? Zeker. Maar wat ga je doen met dit NAC? Want je hebt een ei gelegd. Hoe ga je het verder uitbroeden?
Ja, nou ja, voor mij wordt het wat ingewikkeld. Nee joh, alle tijd straks. Ja, ik heb al straks alle tijd, zeg maar, mijn pensioendatum nadert. Dus daar heb ik alle tijd in. Nou, ik ga echt wel proberen op mijn manier om, zeg maar, het gesprek op gang te brengen. Dus dat is met de collega's, Vereniging van Griffiers. Een hele mooie lunchbijeenkomst recent gehad. En ik ben voor wat andere plekken gevraagd om daar ook over het essay te vertellen. Okay. Nou. Even maar met de tijd, Dirk-Jan. Even nog wat anders. Ik heb je complimenten gegeven voor het essay, maar als ik het essay lees, dan is het heel erg vanuit de griffiersgedachte geschreven. En ik merk dat de raadsleden daar wat minder in aan bod komen. Ook als gesprekspartner voor jou bij het ontstaan van het essay. Zeg ik daarmee foute dingen of klopt dat een beetje? Nou, ja. Wees me eerlijk. Nee, laat ik zo zeggen. Het is vanuit de gedrevenheid om de gemeenteraad en daarmee die raadsleden maximaal in positie te zetten. En om maximaal bij te dragen dat de droom, de wens waarvoor zij raadslid zijn geworden, wat ze willen bereiken in die 4 jaar, om dat te kunnen realiseren. Dus dat heb ik eigenlijk als vertrekpunt genomen en veel minder inderdaad misschien herkenbaar in het SC. Dat zou kunnen. Maar het is allemaal wel gedreven van hoe maar dat is helder. De gekozen helder. Burgers in de positie. Nee, dat spat er vanaf, ja. zonder meer. Dus ja, daarmee ook een van die kamers, die inwoners- en ombudskamer. Want dat zal naast die controlekamer volgens mij de twee meest belangrijke kamers worden. Beste kijkers, een tip om dit essay ook eens te bestuderen. Ik heb nog wel een vraag voor je. Ik heb nog een vraag voor je vanuit het publiek. Hebben griffiers voldoende eigentijdse ICT-middelen? Het is een vraag aan jou om te antwoorden. Ik heb hem niet gesteld, maar is iemand die dat puzzelt? Ik denk dat ook weer... ze zijn er. Maar of je het georganiseerd krijgt, dat verschilt van gemeente tot gemeente. Oké. Dan nog de laatste vraag dan die hier door het publiek gesteld wordt. Vind je dat er standaard budget moet worden gereserveerd voor onderzoek? De raad en de regio en dergelijke om kwaliteit in deze gebieden te waarborgen? Ik vind dat elke gemeenteraad eigen budgetten moet hebben. En ik refereer daar zeg maar aan mijn eigen omgeving, waarbij er een aantal raadsprogramma's zijn geformuleerd. En daar zit een aantal tonnen budget in, waar de gemeenteraad direct uit kan putten voor een onderzoek. En of het een bescheiden onderzoek is, of dat een enquête is, of de rekenkameronderzoek, extra onderzoeken doen. Dan kunnen ze gelijk aan de slag en hoeven ze niet eerst naar het college toe. Is er nog budget in die hele grote begroting? Nee, precies. Mooi. Ik dank jou, Dirk-Jan, want je ziet de klok voor je, die schrijft voort. We moeten er een eind aan maken als het gaat om ons gesprek. Ik kijk even naar de volgende slide. Daar had jij moeten staan al de hele tijd. Excuses, knopje vergeten. Dan gaan we door naar het afronden van dit webinar. Ik zelf vond het loeispannend om te beginnen, maar uiteindelijk kreeg ik er heel veel plezier in gedurende dit webinar, ook omdat de sprekers erg fijn waren om mee te babbelen. Er zijn zinvolle dingen gezegd, is mijn stellige overtuiging. Op de slide zien jullie nog dat er verwezen wordt naar veel zinvolle informatie om er nog eens goed na te lezen. Via de site van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden is het allemaal terug te vinden. Speciaal even aandacht ook nog voor vrijdag 11 december. Er is weer een webinar met het thema de eigen ondersteuning. Kun je online aan deelnemen. En bij vragen kun je altijd met de werkgeverscommissie @raadsleden.nl in contact treden. En dan word je bediend met antwoorden en reacties. Ik denk even na over wat er nog meer moet gebeuren. De volgende is ook nog even belangrijk om te noemen. Dat is de digitale leeromgeving. Daar is verschrikkelijk veel energie in gezet om heel veel thema's voor raadsleden en anderen die belangstellend zijn inzichtelijk te maken en verteerbaar te maken. Daar heb je bij vragen en onduidelijkheden heel veel kans op goede reacties en antwoorden. Doe dat. Ik heb verder nog opgeschreven dat de twee boekjes van Petra met betrekking tot de rechtspositie van de griffier, de lege velletjes van Jasper, om eens na te denken over de vorm van de griffier en de griffie in de nabije toekomst, mooie uitdagingen zijn. Het essay van Dirk-Jan is echt een aanrader, zou ik willen adviseren om te lezen. En dan wens ik jullie een fijn weekend met veel overpeinzingen en een mooie avond nog.